heb ik nooit geweten, joh. Er is veel, heel veel kunst in Rotterdam. Niet alleen in musea, maar ook in, aan of op gebouwen. We hebben het over monumentale kunst. Soms valt deze kunst je op, maar net zo vaak moet je echt kijken om het te zien. In de 10-delige documentaire serie Nooit Geweten toont Lauren Verbrugge deze kunstwerken, die allemaal zijn gemaakt in de wederopbouwperiode 1940-1970. In de eerste 3 afleveringen bezoeken we de Blaak, het Erasmus MC en de Koolsingel, met werk van Nel Klaassen, Louis van Rode en Gerard Heeman. Ook gaan we naar de Hoogstraat en de Meent en bezoeken we schoolgebouwen in Schiebroek, Overschie en Rotterdam-Zuid met werk van Henk de Vos en Ger van Iersel. Maar we laten nog veel, veel meer zien. Vanaf zondag 4 februari, elke week op Open Rotterdam. Kijken dus!